In deze uitdagende tijden van crisis zouden vrouwen beter leiding kunnen geven. Op dit moment is er een Nederlandse handelmissie bestaande uit 10 vrouwen uit verschillende sectoren in Suriname, die gisteren samen met Surinaamse counterparts ideeën en meningen met elkaar hebben uitgewisseld. De Nederlandse handelmissie staat onder leiding van Carmen Breeveld, zakenvrouw en missieleider van de vrouwelijke handelsmissies. Gisteren werden tijdens de Women's Conference Suriname 6 thema's belicht, waaronder vrouwen in leiderschap, gezondheidszorg en topsport. In gesprek met onze redactie zegt Breeveld dat het door de verschillende crises die over elkaar heen komen, belangrijk wordt dat er ander leiderschap komt. Want de leiders zijn niet gewend om met zoveel issues tegelijk van alle kanten te komen. En ik denk persoonlijk, ik ben ervan overtuigd, dat vrouwen dat beter zouden kunnen. En dat heb ik van een man gehoord die biomedische wetenschappen gestudeerd heeft. Een hele belangrijke man in Nederland, voor Nederland. En hij zegt, de hersenen van de man en de vrouw zijn eigenlijk identiek. Zijn niet verschillend. Maar de verbindingen tussen links en rechts, vrouwen hebben tientallen meer verbindingen tussen links en rechts, waardoor ze breder kunnen kijken en breder kunnen zien wat er moet gebeuren. Dus je kan meer dingen connecten met elkaar dan het mannenbrein. En dat komt uit een woord van mond van een man die biomedische wetenschappen gestudeerd heeft. Hij zegt dat is niet een discussie, dat is een feit. Hij zegt maar als je dat weet, kun je elkaar ook gaan versterken. Mannen kunnen heel sterk zijn als ze op één ding focussen, omdat zij dat nou eenmaal zo in hun hersenen werkt. En vrouwen kunnen breder focussen. Het doel van de conferentie is dat vrouwen in bepaalde topposities verbindingen met elkaar gaan maken, omdat dit zich daarna zal doorzetten naar onder, met name hun managementlaag en middenkader. Tijdens de handelsmissie, die op zaterdag 19 november aankwam in Suriname, worden er diverse ondernemingen bezocht en gesprekken gevoerd. In die weektijd van je handelsmissie wil je zoveel mogelijk mensen ontmoeten en zoveel mogelijk contacten leggen. Waar kunnen we mee helpen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En dan is het een luxe probleem, want dan heb je die contacten gelegd. En dan kun je daarna rustig zeggen, we gaan een keer even een uurtje rustig praten. Want we hebben toen dat en dat even snel besproken. En dan kun je zo doorgaan. En als je dan een project daaruit voortkomt, dan kun je altijd weer naar Suriname toe komen om te zeggen, dan gaan we dat nu concreet oppakken. Maar nu, het gaat om topvrouwen, vrouwen in posities die we allemaal voorbij zien komen vandaag. Maar we hebben ook gehoord dat vrouwen ook moeten waken voor hun mentale gezondheid. Is er daar ook aandacht voor? We hebben nu daar nog geen thema van gemaakt, maar dat zou dus een thema kunnen zijn voor de volgende conferentie. We hebben nu ook met het bestuur, het lokale bestuur in Suriname, gesprekken gehad van wat zijn de issues? Want ik zit op een afstand en ik weet wat de issues zijn in Nederland. Maar ik weet niet wat er hier speelt. In Nederland, er zijn wel wat overeenstemmingen, zeg maar. Want in Nederland zijn ze ook heel erg bezig met veiligheid van vrouwen, sexual harassment op de werkvloer en thuis. En ik heb gehoord dat het in Suriname een heel groot thema is. Dit is de derde handelsmissie voor vrouwen uit Nederland. Vandaag heeft de delegatie zich ook georiënteerd in de olie- en gassector. De 10 vrouwen vertrekken zaterdag terug naar Nederland. In onze nieuwsuitzendingen van morgen en zaterdag komen wij terug op deze vrouwenconferentie.